Als je deze video ziet, dan betekent dat we Coppa hebben overleefd, dat Rikachu nog bestaat in 2020! Anyway, mijn naam is Rikachu, welkom Nintendo fans, welkom Rikachu Army. Wil jij ook in de Rikachu Army? Druk op die rode abonneerknop hier beneden, want dat is gewoon gratis. Doe maar. En in deze video laat ik je zien welke 5 Nintendo Switch games ik sowieso ga spelen in 2020. Op het moment dat ik deze video opneem, is er nog geen Nintendo Direct geweest, maar die gaat waarschijnlijk wel in januari plaatsvinden. En Nintendo Direct is een uitzending van Nintendo, waarin ze bekendmaken welke nieuwe games ze allemaal uit gaan brengen. Maar we weten op dit moment nog niet zo goed wat Nintendo uit gaat brengen. Maar deze 5 games, die weten we wel. En die ga ik sowieso spelen. Knal alvast dat blauwe duimpje op deze video. En dan gaan we snel beginnen met de eerste game. Dr. Shaka, Dr. Kashi, Dr. Kamaishi, Dr. Kawashima's Brain Training. En die komt al eerder dan we denken, want die komt al op 3 januari. Ja, dat is al bijna. In Japan is die zelf zo uit, maar in Europa komt die dus op 3 januari naar je Nintendo Switch. Voor veel jonge kijkers zal Dr. Kamaishi... Ik noem het gewoon Brain Training, oké? Okay? Voor veel jonge kijkers zal Brain Training waarschijnlijk een nieuwe game zijn die jullie nog niet kennen. Maar de wat oudere Nintendo gamers kennen deze al van de Nintendo DS. Dit is een game waarin je hersens traint. Dat doe je door middel van het oplossen van rekensommen, logische kleine puzzeltjes en dat allemaal in korte trainingsvormpjes. Wat nieuw is aan Brain Training voor de Nintendo Switch is dat je sommige puzzels op moet lossen door het opsteken van vingers. Je krijgt hele simpele rekensommetjes, maar door de snelheid is het soms toch moeilijk. Bijvoorbeeld 8 gedeelte 2 is 4. Steek 4 vingers op. Maar dan krijg je heel snel de volgende rekensom en dat kan af en toe best wel error zijn in je brain. Doordat de rekensommen niet super moeilijk zijn, is het leuk voor zowel jong als oud. Het is leuk om met je vader te doen om te laten zien dat jij beter bent in rekenen. En voor vaders is het gewoon tof om te laten zien dat je nog steeds slimmer bent dan je kind. Wat ook wel lekker is om te weten is dat deze game geen 60 euro gaat kosten. Hij ligt in de winkel voor 35 tot 40 euro. Dat is best wel chill. Brain Training is gewoon een heerlijk gamepje voor even onderweg om even wat anders te doen dan avonturen, games, schietspellen, racespellen. Gewoon even lekker simpel rekenen. Vind ik leuk, terwijl ik niet eens van wiskunde hou. Door met de volgende. In de trailer van deze game hebben we kunnen zien dat die gepland staat voor 25 februari 2020. Maar ik geloof er niks van, want het enige wat we hebben gezien is één trailer. En in die trailer zat geen eens gameplay. Ik heb het over een game van Ubisoft genaamd Gods and Monsters. Ik kan me zomaar voorstellen dat het ontwikkelingsteam van Assassin's Creed Odyssey nog lang niet klaar was met het oude Griekenland. In Gods and Monsters ben jij een jonge held die uiteindelijk nog sterker moet gaan worden dan goden. We weten nog niks over gameplay. We weten nog niks van de manier van gevechten. We weten niet of het open wereld wordt. Maar als ik alleen al naar het steltje kijk van deze trailer, dan word ik betoverd. Nou moeten we wel eerlijk toegeven dat Ubisoft een meester is in het maken van mooie trailers. Soms pakt het goed uit, soms ook niet. Maar voor een nieuwe IP met deze stijl ben ik ontzettend hyped. Al met al krijg ik er een klein beetje een Zelda gevoel bij. En als die maar de helft zo goed is van Zelda Breath of the Wild, dan wordt dit gewoon echt een fantastische game. Dus nogmaals, deze is onwijs interessant, maar we weten er eigenlijk nog vrij weinig van. Door naar de derde game. En die komt uit op 20 maart. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die nu al weten over welke game ik het heb. Het is Animal Crossing New Horizons. Ja, en ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit een Animal Crossing game heb gespeeld. Sorry jongens, ik heb dit nog nooit gespeeld. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, het is best wel een tijdje geleden volgens mij dat er een fatsoenlijke Animal Crossing game is uitgekomen. De game die op de 3DS was, die wordt niet zo heel erg goed beoordeeld, maar die van de GameCube van vroeger daarentegen, dat schijnt echt een hele toffe game te zijn. In Animal Crossing kan je alleen of met vrienden een heel eilandje bouwen. Je moet zorgen voor gewassen, je moet zorgen voor eten, je moet zorgen voor een bed, je moet zorgen dat je eiland draait en dat er nieuwe bewoners naar jouw eiland komen. Nou kan je daar in het begin heel veel tijd aan kwijt zijn, maar als het allemaal een klein beetje loopt, dan heb ik me laten vertellen dat dit een game is die even een uurtje speelt en dan weer naast je neerlegt. En de volgende dag moet je weer terugkomen om weer in dezelfde routine allerlei dingen te gaan verzamelen. Ik hou wel heel erg van dit stijltje en dat is ook waarom ik dit wil gaan proberen. Het lijkt mij ontzettend leuk om allemaal karakters naar mijn eiland te trekken. Jullie weten het, ik hou van Pokémon. Gotta catch 'em all! En als het een klein beetje een gotta catch 'em all gevoel heeft, dan wil ik dit toch wel behoorlijk gaan spelen, denk ik. Het ziet er wel echt ontzettend schattig uit. Je kan
kan deze game met 8 spelers tegelijkertijd online spelen. Of je gaat het gewoon lekker allemaal alleen doen. Ook leuk. Tja, misschien krijg ik in maart wel gewoon mijn Animal Crossing ontmaagding. We hebben nog 2 games te gaan. Door naar de volgende. En dat is Minecraft Dungeons. Ja jongens, ik ben nog steeds een Minecraft noob. Ik heb mijn Noobcraft serie nooit afgemaakt. Sorry daarvoor. Willen jullie Noobcraft terug? Laat het even weten in de reacties hieronder, hè. Maar voor Minecraft Dungeons maakt het helemaal niet uit. Want in Minecraft Dungeons hoef je niet te bouwen. Dit is een soort van Diablo-achtige loot game. Je moet jezelf samen met anderen door allerlei kerkers vechten. En onderweg en aan het einde van zo'n kerker krijg je loot waarmee je kerker beter kan maken. Je kan waarschijnlijk kiezen voor iemand met een pijl en boog, een zwaardvechter, een magier en allemaal van dat soort klasses. Het lijkt me ontzettend geinig en verslavend om deze game gewoon lekker samen met vrienden te gaan spelen. Ik zie het al helemaal voor me, nachtenlang slapeloosheid. Kom op jongens, we doen nog 1 dungeon, misschien krijgen we wel deze loot. En de rest wil eigenlijk al naar bed, maar ze geven toch toe en uiteindelijk heb je de loot niet en ga je het morgen gewoon nog een keer proberen. Ik vind het wel fijn hoor, dat ik dat bouwen niet allemaal onder de knie hoeft te hebben voor Minecraft Dungeons. Deze game komt hoogstwaarschijnlijk in april uit als die niet uitgesteld wordt. Ja, dat is een mooi verjaardagscadeautje. Daar gaan we gewoon in april even mee beginnen. En de laatste game is een game die niet heel veel mensen kennen, denk ik. Dit is namelijk een game die op een stripboek lijkt. Hij heeft nog geen release datum, maar ik heb het over 13. Het is een lineair schietspel wat zich dus afspeelt in een comic-stijl vibe. En ik heb nog nooit een schietspel gezien in deze stijl die zo goed doet wat dit spel doet. Het is een remaster. Dat houdt in dat die opnieuw is opgebouwd, maar dat het eigenlijk een oude game was. Volgens mij heb ik die nog wel liggen trouwens. Ja, kijk, hier, ik heb hem. Voor de GameCube, 13. En je ziet het al aan het doosje, het lijkt echt op een stripboek. Er zijn echt niet zo heel veel mensen die deze game toen gespeeld hebben, maar dit was toen al een van mijn lievelingsgames voor de GameCube. Echt super vet, toen zat er ook nog zo'n gaaf boekje bij. Dat heb je nu ook niet meer altijd. Op het doosje staat het volgende. Hij is in koele bloeden vermoord door een onbekende moordenaar. En jij bent de belangrijkste verdachte. De FBI, CNA en een groep huurmoordenaars zitten je al op de hielen. Je kan niemand vertrouwen. Het enige wat je hebt is een kluissleutel en een vreemde tatoeage. Om eerlijk te zijn, je zit zwaar in de problemen. Ik heb de game nooit in multiplayer gespeeld, maar toen waren het al 14 multiplayer levels. Dus ja, laat maar komen. 13 heeft helaas nog geen release date, dus het is nog even wachten wanneer we deze kunnen spelen op de Nintendo Switch. En dat waren ze. 5 games die ik sowieso ga spelen op mijn Nintendo Switch in 2020. Wil je nou meer van dit soort video's? Wil je nou weten welke games ik nog meer wil gaan spelen in 2020? Laat het even weten in een reactie hieronder. Ook als je andere ideeën hebt voor leuke Rikka praat video's, laat het me weten. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!